Wij werken samen met het KIK in de Erfgoed Challenge voor de restauratie van de grafkapel van de familie Rubens. En het is heel boeiend, ook voor het publiek, om dat mee op de voet te kunnen volgen. We hebben het schilderij en daar rond aan die prachtige architectuur en beeldhouwwerk. En we gaan dat als één geheel behandelen. En we gaan de andere monumenten die hier in de grafkapel staan ook bestuderen en behandelen. Deze restauratie is eigenlijk een onderdeel van de grote Erfgoed Challenge, een heel ambitieus 10-jarig project. En de bedoeling is net om het publiek te verbinden met erfgoed, om het publiek zelf te engageren voor erfgoed. Met het blote oog kunnen we een 70-tal barsten waarnemen. Le tableau, mais aussi la chapelle en tant que telle sont dans un état qui sont un petit peu vieillissants, ce qui fait que ça ne permet pas de montrer le topstuc en fait, hein, de montrer le chef-d'œuvre qui est dedans. Donc je suis très heureux et très impatient de voir que les collègues vont se mettre à travailler dessus pour redonner en fait l'image originale que pouvait être cette chapelle avec le tableau principal de Pierre-Paul Rubens, qui est vraiment un chef-d'œuvre et qui mérite un écrin qui est de meilleure qualité que celui qu'on a maintenant. Ik heb ongelooflijk veel bewondering voor de restauratoren die millimeter voor millimeter daaraan werken. En op die manier gaan we nog veel meer te weten komen over dit schilderij, maar eigenlijk waarschijnlijk ook over Rubens en zijn atelier. Het feit dat we dat ook allemaal kunnen delen met het publiek, alleen op het vlak van maatschappelijke meerwaarde, is dat fantastisch. Als wij spreken over erfgoed, dan heb ik daar eigenlijk de volgende bedenking bij. Dat is dat wij een land zijn met enorm veel erfgoed. En dat is eigenlijk voor dit land onze natuurlijke rijkdom. Maar ik denk wel dat het onze plicht is om er goed voor te zorgen. Ja, erfgoed, dat is onze gedeelde cultuur, dat is deel van onze identiteit en onze geschiedenis. Dus alle generaties die na ons gaan komen, hebben zeker recht om dat op dezelfde manier als ons te kunnen ervaren.